nieuwe advocatenopleiding heeft veel nieuwe voeten in de aarde gehad. Dit zei de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Alison Frank, afgelopen vrijdag bij de opening van het zittingsjaar 2024 van het Hof van Justitie. Volgens de deken zijn heel wat zaken bij de opleiding aangepast. De nieuwe advocatenopleiding, dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad. We hebben eerst het ordebesluit aangenomen, maar daarna moest alles op poten gezet worden. En in nauwe samenwerking met het CDR zijn deze documenten dus ontwikkeld. Opleidingsplan, opleidingsreglement, een heleboel documenten. De advocatenopleiding heeft nu een verplichte instaptoets. En we doen het milieu- en antecedentenonderzoek dat eigenlijk hiervoor gedaan werd wanneer iemand toelating vroeg tot de balie. Doen we nu wanneer je aanmeldt voor de opleiding. Omdat in het verleden is gebeurd dat mensen de hele opleiding hebben gevolgd, toen toelating hebben gevraagd en het milieu- en antecedentenonderzoek werd negatief. Dan heb je eigenlijk zomaar betaald. We hebben procedures ontwikkeld. De procedure voor het verlenen van toegang voor advocaten tot de website. Er is een procedure voor aanvraag van de advocatenpas. En er is de hele procedure voor indiening van klachten. Ik noemde het net al in mijn speech, het rapport vergoeding advocaten in het kader van de kosteloze rechtsbijstand. We hebben met verschillende projecten meegedaan. Versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het advocatenturgrecht is daar één van. We hebben de meeting van de Inter-American Commission on Human Rights bezocht. Daarin hebben we meegedaan, de training. En we hebben geregeld kennismakingsgesprekken met advocaatstagiaires, zodat we daarna ons advies kunnen geven aan het Hof voor toelating. We hebben in juni 2023 de anti-money laundering mond gehad. En in het kader daarvan hebben we een webinar georganiseerd. Er is een enquête geweest om de kennis te toetsen onder onze leden. Er is een symposium geweest voor anti-money laundering. Er is een discussieavond geweest over het spanningsveld tussen de meldplicht en de geheimhoudingsplicht. En er is een training geweest voor anti-money laundering en kantoorpraktijk. In augustus van dit jaar hebben we de SOFA-speurtocht gehouden, waarbij niet alleen advocaten meededen, maar ook de deurwaarders, ook de rechters, de notarissen. Iedereen binnen die keten is uitgenodigd. En een groot deel heeft ook geparticipeerd.